2022 was het jaar van de extreme polarisatie en vooral ook van de omgekeerde vlaggen in Nederland. Ja. En wij zijn een aantal maanden geleden gewoon, in plaats van daar een stoere tweet over uit te doen, gewoon uit gaan zoeken, wat is er nou echt aan de hand? En ja. Is er wel iets aan de hand of is het perceptie? En de realiteit is dat als je daarna gaat kijken, dat er wel degelijk iets aan de hand is. En dat je ziet, het gaat overigens niet alleen over Randstad en regio, want hetzelfde probleem is ook binnen steden zich aan het afspelen, is dat je ziet dat als je keuzes maakt alleen maar op basis van wat is efficiënt en wat komt het best uit een model. We maken als politiek al jaren maatschappelijke kosten-batenanalyses. En als je dat als een dwingende boekhoudige werkelijkheid gaat doen, dan is altijd de plek waar het al het drukst is, waar de grootste knelpunten zijn, zijn meestal ook de plek waar de maatregelen het meest opleveren en de economie het sterkst maken. En als je dus elke keer die keuzes dus in de Randstad laat vallen, dan krijg je dus dat je op de plekken die niet aan de winnen, die niet tot de winnaars behoren, dat daar buslijnen verdwijnen, dat ziekenhuizen daar niet overeind kunnen houden, dat voorzieningen leefbaarheid achteruit gaan. Ja. En daar ligt een belangrijke drijver van ook het negatieve sentiment wat je nu net in die filmpjes ziet. Ja, dus zegt u, we moeten af. En het is dus niet alleen perceptie. Als je gewoon puur gaat kijken naar waar is de economische groei, waar liggen de banen, ja, maar waar zijn de huizen ook onbetaalbaar? Want dat is de keerzijde weer. In de stad wordt het weer deels onleefbaar omdat het de hittestress komt, woningen onbetaalbaar zijn, de middenklasse daar geen woning kan vinden. Ja. En ons land is daarmee uit balans geraakt. En die balans is een voedingsbodem voor polarisatie. Ja. Maar het is tegelijkertijd ook geen natuurverschijnsel. We kunnen door met elkaar andere keuzes te maken, kun je die balans herstellen. En ik denk ook dat dat heel verstandig is. Want in die steeds drukker wordende steden, waar nu nog steeds het meest gebouwd wordt vanuit diezelfde modellen, ja, daar is de ruimte op een gegeven moment op. En de ruimte ligt elders. Dus ook voor een visie op de toekomst zul je dus andere keuzes moeten gaan maken. Ja,